Minister Edgar Dikken van Regionale Ontwikkeling heeft donderdag een evaluatiebijeenkomst gehad met onder meer de districtscommissarissen over de bermuitgiften. De bewindsman zegt dat hij van de Raad van Ministers de opdracht heeft gehad de exploitaties op de bermen te evalueren. Deze opdracht vloeit voort uit de commotie die in de gemeenschap is ontstaan naar aanleiding van de zogenaamde wildgroei bij de uitgifte van bermen. We hebben dus vergaderd samen met de collega's RGB, Justitie en Politie en OW. Hebben we dus vergaderd samen met het collectief van de DC's. We hebben dus op de eerste plaats de zaak in kaart gebracht. Hoe komt men aan zo'n een toestemming? Wat gebeurt er precies? En laat me er dit van zeggen, dat gebleken is dat wat vele mensen denken, dat die bermen worden uitgegeven, die bermen worden niet uitgegeven. Ja, dat is een prerogatief van het ministerie van RGB. En bermen worden niet uitgegeven. Er wordt wel toestemming verleend om onder bepaalde voorwaarden, laat me zeggen, een business te runnen. Dus dat gebeurt wel. De mensen die op de bermen hun zaken hebben, het is niet hun eigendom. Ze zijn daar gewoon een beetje voor een bepaalde periode. Helemaal niet. Het is voor een jaar. Het wordt voor een jaar uitgegeven. Vergunning. Toestemming wordt verleend. De bouwvergunning moet wel aangevraagd worden bij het ministerie van OW. En het ministerie van OW raadpleegde daarvoor in aankomende afdelingen, planologische afdeling, verkeer en ook afdeling verkeer van de politie. En ook de nutsbedrijven worden advies opgevraagd. En pas daarna wordt zo een toestemming geëffectueerd voor de duur van een jaar, natuurlijk met de mogelijkheid om te verlengen. Dikken zegt dat tijdens de evaluatie ook naar voren is gekomen dat het merendeel van de bouwsels niet art- en nagelvast is. Degenen die toch art- en nagelvast hebben gebouwd, zullen aangezegd worden er verplaatsbare bouwsels van te maken. Waar er op en aanmerkingen zijn binnen de samenleving, dat we die allemaal per geval zullen bekijken en waar nodig zullen we aanpassingen laten plegen of een ander alternatief plaats zoeken. Je weet dat er stemmen opgaan in de samenleving als zo het ministerie of wie dan ook niets eraan willen doen omdat ook politici op de bermen hebben gebouwd en zo. Het is niet waar. Ik denk dat we onze instituten moeten geloven. De deskundigheid van het ministerie van OW trek ik niet in twijfel. De deskundigheid van de politie trek ik niet in twijfel. Van onze NIS-bedrijven trek ik niet in twijfel. Ik bedoel, ik denk dat men slecht geïnformeerd of helemaal niet geïnformeerd is. Vandaar dat ook een van onze zaken die gisteren ook tijdens de evaluatie naar voren is gekomen, is dat we wat betreft buurtonderzoek, dat misschien beter moeten doen, misschien met enquêteformulieren of zo. En aan de andere kant moeten we de communicatie naar de samenleving verbeteren. RO-minister Dikken, met wie wij hebben gesproken over de evaluatiebijeenkomst, die hij had met onder meer de DC's over de bermuitgifte. Partijen komen over 2 weken weer bijeen voor een vervolgevaluatie.